Mensen worden op een ongelooflijke manier op de proef gesteld op dit moment. Als ze ziek zijn, als ze mensen in de omgeving hebben die ziek zijn, of doordat ze op een andere manier hun werk moeten doen en toch maar doorgaan om anderen te helpen. Daarvoor heb ik ontzettend veel waardering. Het moet ook wat betekenen voor hoe we met die mensen omgaan. Die waardering strekt zich ook uit tot de mensen die namens ons die crisis bestrijden. We komen echt nog wel te spreken over wat er te laat is gebeurd, wat er anders had gekund. Dat komt allemaal vanzelf. Volgens mij moeten we ons nu vooral concentreren op wat we vandaag kunnen doen, om te zorgen dat het voor de komende weken en maanden zo goed mogelijk gaat. En een van de belangrijke onderwerpen daarbij is het testen. En we zien dat er de testcapaciteit wordt uitgebreid, dat er ook een ander testbeleid komt. Dat steunen we, dat lijkt me heel erg goed. Maar ik begrijp niet zo goed waarom veel van die laboratoria aangeven dat ze nu toch niet hun volle capaciteit aan het benutten zijn. En ik wil graag van het kabinet horen wanneer die serologische testcapaciteit, dus die bloedtest om te kijken of mensen immuun zijn geworden, wanneer we dat ook op grote schaal kunnen gaan inzetten. Maar het meest zorgelijke, als je kijkt naar een week geleden, en het lijkt wel een maand geleden, is het feit dat we het einde van de Nederlandse IC-capaciteit in zicht krijgen. Waar we toen ons zorgen maakten over 1600 IC-bedden, moeten er zondag 2400 zijn. En als je de briefing van vanochtend goed bekijkt, is de kans aanzienlijk dat we daar overheen gaan. Daarover gaat mijn vraag. Is het kabinet bereid nu opdracht te geven onze IC-capaciteit uit te breiden tot 3000 bedden? En ik realiseer me dat wat vandaag ondenkbaar lijkt, volgende week misschien nodig is. Is het kabinet bereid in kaart te brengen wat er mogelijk is aan het uitbreiden van de reguliere zorg die daaromheen gevonden moet worden? Ik had het net met de heer Dijkhoff over en volgens mij moeten we dat ook nu wel gaan aangeven, gezien de snelheid waarmee het gaat. Kan het kabinet aangeven op welke manier een besluit, en dat is een ministerieel besluit, om over te gaan naar die crisisfase of code zwart, genomen wordt? Op basis van welk advies? Wie geeft dat advies? En wat betekent het? Niet alleen voor de toegang tot IC-bedden, maar ook tot de reguliere zorg. En is het kabinet het ermee eens dat we vandaag en de komende dagen er alles aan moeten doen om de opschalingsfase, de gele fase, het uitbreiden, het wel degelijk zorg blijven bieden aan alle Nederlanders die dat nodig hebben, zoveel mogelijk uit te breiden? Is het kabinet ook bereid daarbij verder te kijken dan nu in de richting van uitwisseling met landen waar nog capaciteit over is? Duitsland werd genoemd door collega Klaver en collega Jette, als ik het goed gehoord heb. Voorzitter, als de minister besluit tot zo'n crisisfase, hoe wordt dan bepaald wanneer we daar weer uitkomen? Op basis waarvan? En wat betekent het? Is het dan meteen voor het hele land of is het voor regio ziekenhuizen waar die crisisfase en die ramptriage zal worden gebruikt? Voorzitter, is het kabinet bereid te gaan werken aan het uitbreiden van noodhospitalen? Ik weet dat er initiatieven zijn om coronapatiënten elders onder te brengen. Hoe ver staat het met die plannen? In de eerdere fase had Gommers namens de Vereniging van Intensivisten het over een uitbreiding naar 3000, waar er gebruik zou moeten worden gemaakt van sportfaciliteiten. Hoe staat het met de uitwerking van die plannen? Voorzitter, de Partij van de Arbeid steunt het verlengen van de maatregelen. Maar als we nu al het gevoel hebben dat we lang in die situatie zitten, wat betekent het dan voor al die mensen die hier enorm door geraakt worden? Dus we moeten dat niet licht zien. En voorzitter, ik sluit me ook aan bij de woorden van het kabinet die vragen om elkaar te steunen, om solidair te zijn, om de helpende hand te reiken. In dat licht zou ik graag van de premier horen dat hij het initiatief neemt om ook de Europese economie er weer bovenop te helpen, te herstarten en andere landen te helpen. En om ook hier in dit parlement duidelijk te maken dat de suggestie, laten we eens even onderzoeken waarom die arme andere landen zo weinig buffers hebben, daarbij niet behulpzaam is, maar juist te laten zien dat Nederland als een van de oprichters van de Europese Unie de leiding wil nemen in het bieden van solidariteit, het bieden van hulp in eigen land en daarbuiten. Dank u wel.